De Hazes-familie hangt aan elkaar van ruzie en ellende, daar kan geen Bert van Leeuwen tegenop. Het is één drama, André en Rachel beweren geen ruzie te hebben, maar bewaren wel gepaste afstand. Rachel en Roxanne spreken elkaar alleen nog via hun advocaten en André en Roxanne hebben geen ruzie, maar ook geen contact. En André's liefje op afroep Monique Westerberg? Die heeft thuis een voodoo poppetje vol naalden liggen in de richting van Meidrecht maar is juist weer dikke mik met Roxanne. Al zien die elkaar dus niet in bijzijn van André. En dan maar denken dat Ludo en Janine zo dramatisch zijn. De afgelopen tijd verschijnt André weer overal voor de camera, maar er is nog steeds geen eerlijk antwoord op de vraag waarom hij nou opeens, gepaste afstand, bewaart van Rachel. Wel gaat hij voor de camera van de telegraaf wat dieper in op zijn moeizame relatie met Roxanne. André volgt Roxanne op afstand, vertelt hij. Als zij iets tofs doet, ben ik ook trots op haar, snap je? Dat zit gewoon in ons, ergens heel diep verborgen. Er is geen ruzie, weet je wel. Er is geen contact. Kijk, dat is net zoals. Weet je wat het is? Jij gaat ergens wonen en je buren zijn aardig, maar dat's it, je hoeft geen contact met ze. Hij vervolgt: Dat is gewoon hoe ik de situatie zie. Ik heb een bepaalde mindset, we hebben dat allemaal en die kan niet matchen ofzo, maar ik ben op niemand boos en als zij iets goed doet, ben ik trots op haar, snap je. En datzelfde geldt voor mijn moeder. Als zij een rechtszaak wint. Nee, grapje. Nee, 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 nee. Ja, ja, nee. Hier maakt André een grapje over de erfeniszaak tussen Rachel en Roxanne. Hoe is zijn contact nou precies met Rachel? We hebben natuurlijk Holland Sint Hazes gehad. Dan zien we elkaar daar en dan is het ook gewoon goed. En we appen elkaar af en toe eens. Er liggen nog wat dingen van mij bij mijn moeder. Wat dan? Heel stom, een schilderij en mijn driewieler. Ik heb zo'n motor waar je met een autorijbewijs op mag. Die staat daar nog. Ze zei: zal ik die even op de zaak zetten? Ik stuurde, nou, hartstikke bedankt. Top! Dat was het laatste.